bijdrage die wij daaraan leveren is vanuit datgene wat in deze streek en regio kenmerkt. We hebben veel industrie, hoogwaardige kennis, nou, die wordt verbonden. De technologie staat niet stil. Gemelot Research and Business Campus is in ontwikkeling. Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van de sportzone, sportcampus. Als een bijzonder kenmerk voor datgene wat wij in de Westelijke Mijnstreek presteren. En dat is in die zin complementair aan de activiteiten die er in Maastricht en in Heerlen plaatsvinden. Ik denk wat veel mensen zich niet realiseren is dat wij hier in Zuid-Limburg zitten in het op één na meest verstedelijkte gebied van Nederland. Iedereen kent de Randstad en denkt dan, nou, daar is alles voorhanden, vooral veel bedrijvigheid, maar ook heel veel mensen die daar wonen. Kijkend naar de oppervlakte van Zuid-Limburg, je hebt het over minder dan 25 vierkante kilometer. En daarin zijn 600.000 mensen die daar wonen en voor een belangrijk deel ook werken. En dat betekent dat daar ook werk naar de toekomst gecreëerd moet worden. Dus we blijven investeren in de economie. Krimp, dat gebeurt gewoon, want het heeft te maken met demografische ontwikkeling. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Je moet gewoon zorgen dat je goed beleid voert. En wij investeren in bereikbaarheid. Dat betekent dat we onder andere de verbreding van de A2 hebben opgepakt. De hele gebiedsontwikkeling die daarmee samenhangt. Twee, we zorgen dat we een goede kennisinfrastructuur hebben. Dat de hogere beroepsopleidingen die we hebben ook voor de toekomst de goede opleidingen hier kunnen aanbieden. Daarmee aantrekkelijk zijn voor jongeren niet alleen uit de streek, maar ook van elders. Drie, dat wij zorgen dat we een ideaal vestigingsklimaat hebben wat betreft de woonsituatie. Bestaande voorraad aanpassen, maar vooral ook investeren in de centrumstedelijke ontwikkelingen. Die goede, kwalitatief hoogwaardige woningen toevoegen aan de voorraad. Dan wel dienen ter vervanging van de woningen waarvan wij zeggen die hebben hun tijd gehad. Dat zijn denk ik zo de belangrijkste componenten waar we vooral op inzetten. Maar het vestigingsklimaat wordt ook verbeterd door de investeringen die we doen in het kader van de sportzone en de sportcampusontwikkelingen. Die in samenwerking als het ware met de kwaliteit van natuur en landschap, die hier al in rijke mate voorhanden heeft, wie roept niet over het Limburgse landschap, samen in ieder geval zorgen dat mensen zeggen, het is er niet alleen goed wonen, je kunt er prima werken, je kunt er goed geschoold worden, je kunt er komen. Maar je kunt er ook fijn verblijven.